Jullie krijgen ons straks in super goede kwaliteit te horen. En dan kunnen we lekker kletsen en dan gaan we samen naar het noorden rijden. Oh, het is zo vet om jou te zien rijden. Hey, maatje. Ja, ook vet om jou te zien rijden. Oh, yo. Holy shit, dat is een Audi RS6 Abt. Het ding is gruwelijk. Niet normaal. Ze hebben continu die dingen aan. Dat mag niet. Dat mag niet? Nee, dat gaat niet stuk. Knol power. Dames en heren, en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met Myron en ik ben hier samen met Noël. En Noël die gaat sowieso een superleuke dag hebben, want Noël die krijgt van mij vandaag de Porsche mee. Dus heel veel plezier, ik loop met je mee, want ik wil je gewoon even zien wegrijden. Hey, let's go! Ik heb trouwens mijn pak hier liggen en die ga ik straks aandoen, want Myron en ik gaan vertrekken op de motor. We hebben gelukkig, kijk hoe vet dit trouwens eruit ziet. Ik ben hier nog steeds zo blij mee. Gewoon op maat gemaakt pak. En wat voor pak ook gewoon. Mijn naam staat erin, mijn logo's staan erop. Gruwelijk. Echt niet normaal. Echt gruwelijk. En ik heb alles gefixt nu met de camera op de helm. Dus dat is echt super nice ook. Deze helm trouwens is ook sick hoor, ook heel blij mee. Dus er mag niks fout gaan, dames en heren. Want de vorige keer dat ik op de motor ging en de camera en microfoon had geïnstalleerd, toen was het niet helemaal goed gegaan. Toen was mijn geluid niet opgenomen. Maar nu is het allemaal gefixt. Dus jullie krijgen ons straks in super goede kwaliteit te horen. En dan kunnen we lekker kletsen en dan gaan we samen naar het noorden rijden. Dus dat is sowieso wel een ritje van minimaal 1,5 uur. Dus gaan we eens even kijken wat we in die rit tegenkomen en waar we over gaan kletsen. Ik heb nog geen idee, maar dat soort onderwerpen komen vanzelf. Klopt. Myron ziet er helemaal nice uit in motorkleding. En Noël die is er ook klaar voor. Oh, die is zo blij, die jongen. Die is zo blij, dat is niet normaal. Hij gaat ook wel echt iets heel erg leuks doen hoor. Hij gaat namelijk naar iemand toe om diegene te verrassen met een ritje in de auto. Want die is helemaal Porsche fan. Dus dat doet hij echt super leuk. Nou, daar gaat hij. Hopsakee. Ja, die geeft al lekker gas. Cool, gaan wij de motoren halen, doen we het hek dicht, gaan we er vandoor. En voor de mensen die nog niet eerder motorvlogs hebben gezien of hebben gezien dat wij een motor hebben, Myron heeft de Yamaha MT-07, echt super lijp. Ik heb de Yamaha MT-10, nog steeds ontzettend blij mee. Dus dit zijn de twee motoren waar wij vandaag lekker op gaan rijden. En hier eventjes het bewijs dat de motor van Myron harder is dan die van mij, wat best wel gek is. Meestal is een MT-10 veel harder, maar Myron heeft er een uitlaatsysteem op zitten, daar zeg je u tegen. Maar ik zal eventjes de motor starten, zal ik het even aan jullie laten horen. Dit is mijn geluid. Komt ie hoor. Oké, en hier komt het geluid van Myron. Dit is echt niet normaal hoor. Komt ie. Oké, dit klinkt al wat grover, wat harder. Maar let op als ik gas geef, hè. Dat is toch niet normaal. Ongelooflijk. Holy moly, niet normaal. Myron die staat er lekker in de schaduw, want in de zon is het warm. Dus mijn pak is al lekker aan het warm worden. Ik ga dit pak even aandoen. Holy moly, ik denk al wat hoor ik. Moet je kijken. Dit is super vet. Kijk dan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Oh mijn god, zo sick. Oh, had een beetje moeite met scherpstellen mijn camera, maar gruwelijk. Wow, kijk deze dan ook weer. Hierboven, echt laag. Kijk dan, hoe dicht bij elkaar. Allemaal zweefvliegtuigen. Holy moly. Wat? Ja, die moeten ook wel zo'n communicatiesysteem hebben wat wij ook hebben. Ja, dat denk ik ook. Want als je niet goed communiceert of iets van technologie hebt die laat zien hoe ver je van iemand af bent, dan gaat het geheid mis. We zitten gewoon 1, 2, 3, 4. Ja, zo vet. Ja, 6 van die zweefvliegtuigjes gewoon om elkaar heen te cirkelen een beetje. Gruwelijk. Echt gruwelijk. Ik heb nog nooit in een zweefvliegtuig gezeten, maar het lijkt me doodeng. Ja. Lijkt me echt. Want er zit geen motor in, toch? Nee. Precies, je zweeft gewoon lekker op de warmteverschillen, geloof ik, zoiets. Ja, dat vind ik ook wel een beetje eng, moet ik zeggen. Maar het lijkt me wel vet om een keer te doen. Maar goed, we gaan nu iets doen wat ik minder eng vind en dat is motorrijden. Yeah. Let's go. We zitten ondertussen bijna een uurtje bij Milan thuis. Ja, ik weet dat jullie nu hadden verwacht dat we op de motor zouden zitten. Alleen de communicatiesystemen waren leeg. Tenminste, die van mij die viel uit, want de batterij was te laag. Dus ja, we hebben ze nu aan de lader gedaan. Die van Myron is helemaal vol en die brandt nu blauw. Die van mij is nog rood, maar we hebben hem echt een uur aan de lader gehad. Dus het zou nu goed moeten zijn. Maar hierdoor hebben we wel echt mega veel vertraging gehad. Want we moeten sowieso nog wel ongeveer een 1,5 uur, 3 kwartier rijden. Maar goed, nou stappen we nu maar op de motor. Maar thanks in ieder geval voor de lekkere limonade, buurman. Dankjewel.
stuur wel een factuurtje voor de stroom. Ja, dat is prima. Dat is geen probleem. Dan gaan we nu de spullen pakken en dan gaan we er vandoor. Veel plezier. Dankjewel. Ga je een keertje achterop bij mij? Ik ben er wel geweest. Vond wel leuk. Ja, als je een keer... Vond je wel leuk, hè? Ja, dat was de laatste en de eerste. Nee, maar dan doe je de helm op van Marjan en dan kunnen we met elkaar praten. Waarom? Het was leuk. Het hoeft niet. Het was leuk. En dat is het. Kunnen we een keer met z'n tweeën proberen met de knie op de grond? Wat? Met de knie op de grond. Oh, zo helemaal schuin. Ja. Oh, dat is wel heel vet, hè? Ja. In films wel. Nee, Milan is niet zo van motorrijden, maar wij wel. Gaan we nu doen. Yeah. Oké. Okay. Daar gaan we, dames en heren. We gaan naar buiten, naar de motor. Yes. Doei, kabouter. Altijd zo vriendelijk, die kabouter. Oké, okay, nog vetter. De motor. Let's go. Piep, piep, piep. Oké, dames en heren. Het zal niet een hele spannende weg zijn. Want het is 160 kilometer rijden van hier naar Assen. En dat is meestal maar één afslag. En voor de rest alleen maar snelweg. Maar misschien kunnen we ergens nog tussendoor. Misschien ook niet. We zien het wel. Ja, en we gaan gewoon lekker kletsen, toch? Zeker weten. Zo, dit is lekker, hè? Oh, heerlijk. Niet normaal. Het is echt lekker weer. Ja, dit is echt heerlijk. Kijk dan. Ik zie al 3 motors voor ons op de rotonde. Ja, hoe is 4, 5. 5. Yo. Oh, ik vergat te zwaaien. Ik moet er even weer inkomen. Ik krijg nu alvast een minpuntje van mij. Echt, hè? Oh, mooi bochtje, Marvin. Let's go. Ik wou langs de binnenkant, maar doorgetrokken strook. Dus dat doe ik even niet. Hier zo, richtingaanwijzer. En dan gaan we er links omheen. Hoppa, lekker hoor. Oh, wat is dit lekker. Niet normaal. Het is perfect weer. Ja, het is echt perfect. Hier gaan we naar rechts. We gaan richting de snelweg uiteraard. Hoppatee. Tik ik die motorrijder voor ons even op de schouder. Ja, dit is nice hoor. Dit is perfect. Ik ga even een box halen bij hem. Box. Verkorten, hè? Oh, kijk dames en heren. Hier heb je die Polestar. Een elektrische auto, een beetje de concurrent van Tesla geloof ik. Oh, weet je wat trouwens echt te ziek is voor woorden wat ik gisteravond zag op internet? Oh ja, ik heb het gehoord. Ik weet waar jij over gaat praten. Oké, zeg jij het eerste woord, zeg ik het tweede woord? Oh, ik weet maar één woord. Ja, dat doe maar. Oh, Elon. Musk. Bedoelde je die? Ja, ik had eigenlijk verwacht dat jij zou zeggen Tesla en dan kon ik zeggen robot. Oh, ik wou zeggen robot. Ja, het is namelijk zo dat gisteravond zag ik in één keer op internet dat Elon Musk gewoon heeft aangekondigd dat hij een Tesla robot gaat laten maken die de vorm heeft van een mens. En dat de bedoeling is dat de robot, gelukkig dames en heren, gelukkig vriendelijk is. Dat hij gaat ingrijpen als er gevaar is, wat dat ook mag betekenen. En ja, dat ze hem hebben geprogrammeerd om al volgend jaar te laten maken. Ja, ziek hè? Ja, niet normaal. Dat is gewoon iets wat ze 100 jaar geleden nooit hadden gedacht. Iets wat gewoon nooit werkelijkheid zou worden. En nu gaat het gewoon gebeuren. Holy shit. Ja, ik ben toch wel benieuwd hoe dat dan vormgegeven wordt. En wat het dan precies is. Is dat iets wat je dan volgt de hele dag? Of heb je dat gewoon thuis staan? Of... Ja, of zit hij achterop bij je op de motor? Wow, dat zou geniaal zijn. Wordt het je persoonlijke knipperlicht? Ojo, hij steekt zijn hand uit altijd. Oh, het is zo vet om jou te zien rijden. Hé, hey, maatje. Ja, ook vet om jou te zien rijden. Jouw pakken en jouw motor, dat matcht zo goed. Ja, dat is lijp, hè? Ja, echt mooi. Ja, ik ben er zo trots op, zo blij mee. Hé, hey, even links zwaaien. Ik zag er in één keer filmen. Ja, geniaal. Ja, we worden dus ook wel eens herkend op de motor, dames en heren, zoals je ziet. Ja, ze herkennen jouw pakje denk ik steeds vaker. Ja, omdat we het steeds vaker filmen en op deze manier al helemaal. Dus dan gaan mensen die de video's kijken wel letten op onze motoren. Ja, precies. Dat denk ik ook. En ik val inderdaad wel wat sneller op, helemaal zo met het pakje blauwe motor. Ja, klopt. Ik vind dit wel echt een lekkere snelheid, moet ik zeggen. Niet te hard, gewoon lekker toeren. Ja, als je een beetje onder die 120 km per uur rijdt, dan is het altijd wel te doen op de motor. Zonder dat je hoofd echt helemaal naar achter gaat. En dat je zoiets hebt van, oh mijn god, die wind, ik zet op de snelweg. Ah! Echt, hè? Ja. Nou, dan blijven we mooi dit tempootje doorkachelen. Ja, dit is dus een beetje het saaie gedeelte van motorrijden. Tenminste, er zijn motorrijders die het ook gewoon heerlijk vinden om lekker te cruisen op de snelweg. Maar ik vind binnendoor vind ik veel mooier dat je een beetje varieert tussen de 50, 60, 80 en 100 km per uur. En dat je op die manier ook af en toe even mooie bochtjes kan nemen. Een keertje een rotonde, lekker laag. Ja, snap ik.
Ah, dit is ook wel chill. Ik bedoel, het is lekker weer. Het is echt lekker weer. Het is gewoon niet koud. Zelfs het windje voelt een beetje warm aan. Dus dit is echt volop genieten. Raad eens hoeveel graden mijn motor aangeeft dat het buiten is. 25. Bijna. Oh, mijn geeft 25 aan namelijk. Oh. Jij cheater. Ja, sorry. Mijn geeft 26 aan. Nou, dat is gewoon een mooie temperatuur, toch? Ja, maar die 3 meter scheelt wel, hè. Bij mij is het warmer. Ik maak het kouder. Dat zal het zijn. Nee, ik moet zeggen, ik vind het nu echt nog heerlijk op de snelweg. Maar ik denk als je een uur verder bent, dat je dan wel zoiets hebt van ik wil nu eventjes lekker bochtjes maken. Ja. Oh jee, file. Nee, dat is geen oh jee. Ik wou net zeggen, ja, want nu gaan we laten zien hoe chill het is om met de motor te zijn. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Dit heb jij nog niet vaak gedaan. Ik heb natuurlijk al wat langer mijn motor en mijn motorrijwijs. Maar dit, dames en heren, voelt zo ontzettend lekker. Ook al moet ik wel zeggen, het is altijd nog wel een beetje een grijs gebied. Wat ik meestal doe als ik zo in het midden ga rijden, als je een file hebt. Ik rij nu 50 km per uur. Je moet namelijk nooit te hard zo gaan scheuren hier tussendoor. Sommige auto's geven je trouwens de ruimte, sommige niet. Dus je moet met dit echt altijd alert blijven en goed opletten. En als je denkt van ik kom er niet tussendoor, kijk zoals dit. Oké. Dit is precies wat ik bedoel. Er willen soms wel eens mensen naar links en naar rechts gaan. Kijk, deze gele auto, die geeft ruimte. Gele, ik bedoel witte. Witte, ja, ik zat al te zoeken naar gele. Ik dacht, hè? Dus ik probeer eigenlijk nooit harder dan 50 km per uur hier tussendoor te gaan. Want soms dan wordt het een beetje krap. Kijk, deze Audi gaat opzij, vrachtwagen gaat opzij. Er zijn namelijk ook veel automobilisten die zelf motorrijden. En die weten dan gewoon precies hoe het voelt om hier te rijden. Kijk, hier wordt het echt wel een beetje krap. Die BMW rijdt best wel ver naar rechts. En die gaat naar rechts. Ik heb geen idee waarom. Maar dan kijk ik even links en dan ga ik er gewoon langs. Oké, de file die is alweer opgehouden. Dus laten we gewoon weer links gaan rijden. Maar dit voelt echt super lekker. Wat ik meestal doe, maar dat kon ik even niet vinden. Het is echt al lang geleden dat ik dat heb gebruikt namelijk. Maar ik heb ergens op mijn motor hier. En ik ben het serieus nu nog steeds aan het zoeken. Ah, hieronder. Oh, alarmlicht. Ja, ik ja als weet het goed is zit. Heb ik nu mijn gevarenlicht aan, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, die doe ik meestal aan als ik dan ga inhalen. Zodat mensen gewoon een extra signaal hebben van ah, een motorrijder in het midden gaat inhalen. Ja, slim. Maar het voelt gewoon super nice of zo om gewoon door die file zo te rijden. Ja, want met de auto is file gewoon altijd kut. Je denkt gewoon altijd, nee, dat meen je niet. Ja, nee, hebben we weer een file. Zo vervelend. Die heb ik lang niet gehoord. Ah, nee. En ik moet er hierbij zeggen dat wat we dus doen in het midden rijden op die strepen om auto's in te halen, dat is in heel veel landen is dat verboden. En wat ik niet begrijp, en misschien kunnen de kijkers die bijvoorbeeld een motorrijwijs hebben of die dat toevallig weten, kunnen ons daarmee helpen. Het is namelijk zo dat, zover ik weet, is het in Nederland heel erg grijs gebied. En wat ik bedoel met grijs gebied is dat volgens mij officieel, en daarom is het een beetje raar dat we het net deden en dat we het gewoon laten zien op YouTube. Ja, ik weet het ook niet, want iedereen doet het gewoon, dus dan doe ik het ook maar gewoon. Want het is natuurlijk gewoon eigenlijk logisch dat je op die manier inhaalt, want het zorgt gewoon voor dat je niet in de file hoeft te staan. Maar volgens mij is het zo, officieel gezien mag het niet. Dacht ik ook, inderdaad. Maar, en dit is dus een hele grote maar, wat het heel erg tegenspreekt, waardoor wij hopelijk ook op deze manier geen boete kunnen krijgen. Het is namelijk zo dat als je gaat leren voor je motorrijwijs, dan krijg je het gewoon op je theorie. Je moet leren met je motorrijbewijs hoe je daarmee omgaat met de in het midden rijden om auto's in te halen. Ja, klopt. Knolpower. Hey. Dus dat is toch eigenlijk super raar dat je leert voor je motortheorie hoe je dus in het midden en met wat voor snelheid je auto's gaat inhalen. Alleen volgens de officiële regel mag je niet op die manier inhalen. Hè, dat spreekt elkaar zo tegen waardoor ik zoiets heb van oké, ik ga gewoon op een veilige, zo veilig mogelijke manier ga ik er gewoon gebruik van maken. Ik ga gewoon inhalen, niet harder dan 50 km per uur. Ik doe mijn gevarenlicht aan en gewoon enorm oplettend zijn met of auto's naar links of rechts gaan. En ik denk op die manier dat het gewoon prima te doen is. Ja, het ligt er ook aan hoe hard de auto's zelf gaan. Want nu hadden de auto's echt nog gewoon een snelheid van 20 km per uur, denk ik. En dan is 50 prima. Maar als het stilstaand is, dan is 50 veel te hard. Ja, klopt. Inderdaad. De situatie van net is gewoon puur 50 die ik aanhield door de snelheid die andere mensen gaan. Precies. Maar ja, dan heb ik ook een vraag voor jou. Want stel je voor, het zou niet mogen in Nederland. Stel je voor, het is verboden en wij zouden het doen. En je haalt een politieagent in. Wat wil die doen dan? Ja, hij kan dan ons moet niet volgen, want hij staat in de file. Wij niet.
Ja, maar dan ziet hij natuurlijk wel het kenteken als hij zo snel is. Oh ja, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Oké, ik ben te ouderwets. Ja, op kenteken kan je alles zien natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar kijk, het is niet onze bedoeling om een boete te pakken op deze manier. Het is gewoon de bedoeling om gewoon lekker het verkeer voorbij te rijden. En gewoon rekening mee te houden dat je niet een gevaarlijke situatie creëert. Nee, precies. En ja, je leert het voor je motortheorie niet voor niets, zeg ik dan. Nee, want ik kan me ook nog herinneren dat ik een keer les had en dat we ook file hadden. En dat mijn rijinstructeur echt zo, nou, dit is dus waarom we motorrijden. En toen gingen we zo ertussendoor. En ja, als je dat al leert tijdens je motorles, dan is het niet verboden. Want anders dan zouden ze gewoon zeggen van, ja, dit mag dus niet. Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Nu zien we daar voor ons in de verte, die haalden ons net in, een Tesla Model X in het blauw en een Tesla Model S in het blauw. Dus gewoon twee dezelfde kleuren achter elkaar. Ik weet nog wel dat een paar jaar geleden dat echt super bijzonder was. Al helemaal zo'n Tesla Model X. Dat was dan ook, tenminste mijn reactie erop was ook in de vlog en zo. Oh mijn god, kijk, kijk, Tesla Model X, Tesla Model X. En nu is het al zo normaal geworden om gewoon een Tesla Model S überhaupt te zien. Een Model X is nogal ietsje zeldzamer. Maar ook dat wordt steeds normaler. Bizar, hè? Dat dat zo snel normaal wordt. Ja, dat is zo snel gegaan. Sowieso dat Tesla is zo ontzettend groot geworden. Ja, maar ik vind het nog steeds wel hele vette auto's om te zien, hoor. Vooral die Model X. Tesla Model X, inderdaad. Dat is echt een auto. En misschien is het voor sommige mensen gek om te horen. Maar de Tesla Model X staat bij mij in de top 3 van echt gruwelijkste auto ter wereld. Gewoon top 3. Ja. Ik vind hem echt zo vet. Ja, gewoon omdat het zo futuristic is. En ja, sowieso, ik weet dat jij de witte het mooist vindt. Maar de witte is ook wel echt, ja, weet niet, gewoon een beetje zo'n space auto. En als hij ook interieur wit is, oh my god, zo vet. Ja, echt te gruwelijk hoor. Echt heel vet. Tankstation Willemsbosch. Nou, je hoeft niet te tanken, toch? Ik hoef niet te tanken, schat. Zet hem gewoon naast die gele bus. Oh ja. Of gaat hij hem even wachten op deze auto? Ik dacht, het zou echt zo lullig zijn als ik hem dan in één keer voor hem hier erin zet. Ik denk, wacht wel even wat hij gaat doen. Hoppakee, schat. Hoppakee. Lekker gedaan, Myron. Ja, lekker ook. Gedaan, Myron. Lekker. Let's go. Nou, dames en heren, daar staan we. Heerlijk weer. Echt heerlijk weer. Want soms heb ik tijdens motorrijden dat als ik dan stop, dat ik het meteen echt bloedheet heb. Maar de zon schijnt niet echt per se. Dus het is gewoon lekker zo met het pakje nog helemaal dicht. Alles doet het. Qua motor en qua audio. Voor de eerste keer is het gewoon helemaal goed gegaan. We hebben elkaar allebei perfect gehoord. De kijkers hebben ons perfect gehoord. Dus dit is wel iets wat ik gewoon echt al heel erg lang wilde bereiken. Gewoon een communicatiesysteem met een microfoontje en beeld wat gewoon goed werkt. En dat is nu gewoon gelukt. Dus ik ben zo super blij mee. Maakt dus het motorrijden ook zo leuk voor jullie? Want ja. Ik snap heel goed dat als wij dan een middag gaan motorrijden en jij ziet alleen maar beelden van motorrijden. Heel veel mensen vinden het vet, maar... Ja, als je motorbeelden hebt en je hebt dan muziekje eronder, dan op een gegeven moment heb je dat wel gezien. Maar ja. Op deze manier kunnen we gewoon leuk met jullie blijven communiceren. Onderwerpen aankaarten die we gewoon krijgen omdat we onderweg iets zien. En dat is gewoon leuk. Ja. Dat is super gaaf. Echt heel erg nice. Ik heb een broodje op. Heerlijk. Echt heerlijk. En we gaan even een meeting doen met mama en Gert. Een motormeeting. Die zijn ook allebei met de motor. Ja. Dus ik ga mijn helm weer opdoen. En ik weet het, dames en heren, ik weet het. Er zijn meerdere reacties geweest over dat Myron en ik, als we ergens staan, de helm op de motor leggen. Want dan kan die vallen en dat is niet goed voor de helm. Maar hij ligt er echt stevig op, zoals jullie zien. En het is voor mij altijd chill om hem op deze manier gewoon op de motor te leggen. Want ik heb het communicatiesysteem en die GoPro. En ik kan door deze GoPro kan ik de helm niet op de grond leggen. Want dan gaat het snoertje dubbel. En op deze manier ligt hij prima veilig op de motor. En zoals je ziet hier, dat snoertje, dat gaat anders kapot. Dus dit is helemaal top. Maar bedankt voor de reacties over de bezorgdheid van dat we de helm op de motor leggen. Maar het is uiteindelijk toch nog iedereen zijn eigen keus. Maar bedankt voor de tips. Oké, ik ga de beauty weer starten. Gaan we rijden. Zoals jullie kunnen zien, dames en heren, heb ik hier op het stuur van mijn motor, van mijn handschoenen gaan, poppa, hier zo, heb ik een telefoonmount. Alleen deze is voor de oude telefoon en niet voor de nieuwe. Dus deze wordt nog vervangen en ook op die van Myron. En dan kunnen we binnenkort een navigatie doen, ook op de telefoon, want nu rijden we altijd gewoon een beetje uit ons hoofd. Het is trouwens ook heel vet om gewoon dit systeempje te zien opstarten van Yamaha. Kijk. Gruwelijk. Let's go, let's go, let's go. Nou, dan gaan we weer de snelweg op, dames en heren. Oh, dat is altijd lekker. Dan kan je even zo lekker hard optrekken. Lekker hoor. Nothing. Wow, hoor je mij nog? Wow, ik hoorde jou even niet meer. Nee, klopt. Hij zei bij mij in één keer, give a command. Oh, what the fuck. Dus weet je wat ik zei? Nee. Nothing, niks. Weet je wat hij toen terug zei? Nou?
next. Oh mijn god. En toen hoorde ik jou weer. Ja, ik wist niet wat ik moest doen. Gewoon nothing, niks. Ga weg. Oprotten. Zei die next. Zo mooi. Zo, lekker cabriootje meneer. Check hem even genieten joh. Oi oi oi. Een Porsche 911 Carrera 4S. Nou, weet ook wel wat gaspedaal zit. Zo, lekker hoor. Genieten geblazen. Is wel lekker. Een beetje jammer dat deze zomer nog niet echt veel mooie dagen heeft gehad voor een cabrio. Nee, echt bizar. Volgens mij is dit de slechtste zomer ever. Ja, echt hoor. Ook al moet ik zeggen, met zo'n cabrio rijden is het eigenlijk niet chiller dan 110. Nee, je moet sowieso een beetje... Gewoon, het is echt een relaxe auto eigenlijk. Ja, het is echt gewoon lekker toeren. Dus je rijdt een beetje 100, 110 km per uur. Maar als je echt 150 gaat rijden, dan hoor je die wind zo hard. Oh, die was aan het zwaaien, dat meisje. Oh, zo schattig. Heel lief. Ik ben dan benieuwd of ze zwaaide omdat ze ons herkende of dat ze gewoon leuk vond om een motorrijder te zien. Ja, dat ze misschien dacht van, oh mijn god, kijk, die heeft roze aan. Dat is een meisje op de motor. Ja, dat denk ik serieus. Want zo keek ze wel een beetje. Zo heel schattig, zo zwaaien. Ja, kan zo zijn. Super vet, toch? Ja. Ik vind het helemaal niet erg dat de zon niet schijnt als het maar niet gaat regenen. Oh, yo, 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 yo. Holy shit, dat is een Audi RS6 Abt. Het ding is gruwelijk. Niet normaal. Wow, yo, check dit dan. Oh mijn god. Wow, dikke wagen. Hé, hey, dat is die vriend van Don dit. Echt? Ja, geniaal. Ja, dat was even een leuke achtervolging. Alles zit nog goed? Ja, alles zit nog goed. Kom, John Deere. Oh, dikke John Deere. Rij jij een keertje voorop? Ja, ik wou dus net zeggen, ik vind het eigenlijk wel lekker als jij voorop rijdt. Oh. Maar ik ga wel even voorop, want we moeten er ook zo af. Oh, ik heb nu, zie ik op het dashboard, precies 5200 kilometer. En jij? 1360. Oh, zo weinig nog. Ja. Oké, we moeten hier straks gewoon even goed opletten waar we heen moeten. Ja, omdat we naar de Mac moeten. Ja, precies. Volgens mij is dat super makkelijk, want de Mac zit gewoon langs de snelweg, geloof ik. Ojo, kijk dat paard rechts. Oh ja, mooi. Ojo, ziek mooi paard, alle ruimte. Ja, volgens mij moeten we deze eraf, eerlijk gezegd. Eigenlijk zo'n ziek idee, hè. Wie dat ooit heeft bedacht, zo'n paal met zo'n M erop. Echt, holy shit. Ja, echt, hè. Zo herkenbaar. Ja, zo ziek. Hallo. Hallo. We zijn op dit moment dus aangekomen bij de McDonald's in Hogeveen. En hier hebben we afgesproken met Gert en met mama. En die zijn natuurlijk allebei op de Rode Duivel. Ziet er goed uit hoor, allebei. Kan niet anders zeggen. Mooi setje. Ja, zeker. Mooi setje. Ja, 100%. Je hebt wel een mooi koffietje erop trouwens. Dat is wel ideaal. Ja, tanktasje. Oh jezus. Alleen je neemt misschien te veel spullen mee, of? Ik ga, als vrouw neem je nooit te veel spullen mee. Altijd te weinig. Kijk dan, wat heb je allemaal bij je, joh? Een bril. Zijn vestjes. Een powerbank. Een bril. Een mondkapje voor het geval dat. Wel van... Je weet maar nooit. Wat is dit? Oh, lippen... Lippenstift. Dus lippenstift. Oké, oké. Een doekje. En nog een brillenset. Ja, nog een, ja, de gewone bril. En nog een schoonmaker. En dit is een poncho, of niet? Dit is als het regent, kun je die hier eroverheen doen. Oh, ja, dat is wel ideaal. Dit is echt mooi ding, hoor. Nou, dat is mama's vrouwensetje. Ja. Ze altijd bij zich heeft. Ja, en weet je wat ook leuk is? Dat wil ik toch even laten zien. Ja, doe maar. Ja, dit is trouwens ook sick, hè. Mama heeft gewoon handverwarming erop. Op haar motor. Dat is dit systeempje wat je hier ziet. En dan kan je de hitte kan je zetten op 30, 40, 50, 75 of 100%. En dan als je dit vasthoudt, dan heb je dus gewoon verwarming. Kijk, en dit heb ik deze open gedaan. En kijk eens, daar kan er nog meer in. Oh, want dan heb je een soort van verhoging. Ja, daar kan ik misschien... Net zoals dat je op zo'n vouwwagen hebt, zeg maar. Ja, 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 ja. Heb je ook zo'n verhoging. Ja, dus dan kan ik mijn hakjes meenemen of zo. Ah, ja. Handig, hè? Nou, ideaal. Ja, zeker ideaal. Nou, Marvin, wij houden er gewoon een knophoudtasje om. Ja. Past ook van alles in. Okay. Marvin en ik hebben allebei een tas meegenomen. Daar hebben we een nieuw setje kleren in. En daar hebben we ook schoenen in. Want we zouden eigenlijk gaan slapen bij de... Wow, check hoe nice dit is trouwens. Kijk dan. Wow, die zit helemaal onder dat spul. Oh, hij gaat er nu uit. Oh, oh, waar gaat hij heen? Oh, die gaat nu hierin. Kijk dan. Wow, allebei. Wow. Oké, in ieder geval te snel afgeleid. Maar Myron en ik zouden eigenlijk gaan blijven slapen in het noorden bij de ouders van Myron. Alleen we hebben op internet gekeken en het gaat vannacht zo hard regenen dat als we dan willen blijven slapen en morgen naar huis gaan, dan moeten we in de regen rijden en dat willen we het liefst niet. Dus we
gaan waarschijnlijk vanavond weer naar huis. Maar goed, we gaan nu in ieder geval een mooi rondje rijden met z'n vieren. Dat wordt echt superleuk. En even kijken, jij doet de navigatie aan, Gert? Emma. Mama doet de navigatie aan, op de telefoon. Kijk, dit is dus precies wat wij nog moeten hebben, Marvin. Ja. Allebei zo'n setje als dit. Op de motor. Dat is wel echt nice, hoor, zo. Ideal. Nou, mama gaat even een overval doen. Nou, zo lijkt me niet handig. Zie je helemaal niks. Ik zie alles, hoor. Echt? Ja. Kun je gewoon kijken? Ja. Oké, okay, even checken hoor. Even voor de zekerheid. 2. 4. Wat? Ja, je kan gewoon erin kijken. Het ziet er zo raar uit. Ja. Oké, okay, we gaan even lekker rondje rijden, mensen. Oké, okay, dames en heren, daar gaan we. Even lekker rondje rijden met mama. Irma op kop. Ja, ze heeft de navigatie. Ja. Mama heeft ook een mooi pak aan, hoor. Kijk hoe geniaal dat eruit ziet. Ja, echt stoer. Het is grappig, hoor. Mama en Gert zijn ook met elkaar aan het praten. Ja. Maar wij hebben alle vier hetzelfde merk. Dus we moeten straks even kijken, want we kunnen met elkaar connecten met z'n vieren. Klopt, maar dat is heel moeilijk met het filmen, denk ik. Ja, dat wordt wel heel lastig, ja. Want de kijkers die horen dan Gert en mama niet. Nee, precies. Je bent net op tijd. Ga een mooi fotootje maken nog. Maak jij de selfie? Ja. Kijk, hoppakee, super nice. Gave trui. Dankjewel. Heel nice. Hij leek hier als een gek heen. Echt waar, omdat jullie het zagen op Instagram. Ja. Ah, dat dacht ik al. Nou, heb je geluk. Ik moet er vandoor, want anders raak ik de rest kwijt. Ja. Doei. Doei. Super lief van die moeder, hè. Komt gewoon helemaal hierheen rijden. Ja, dat is altijd een beetje het ding, dames en heren. Nu zijn jullie getuigen van het feit dat als ik ergens een Insta-story opneem, dat mensen daar massaal heen komen. Maar in dit geval was het prima te doen. Kijk, als er in één keer 200 mensen ergens heen komen, dan ben ik de lul. Maar nu was het één iemand. Als we 10 minuten langer waren gebleven, dan waren we wel de lul geweest, denk ik. Ja, daarom moet ik altijd een beetje nadenken voordat ik een Insta-story ergens maak. Omdat iedereen er massaal op afkomt. Wat nogmaals heel erg leuk is. Maar het kan ook een beetje gevaarlijk zijn als het in één keer te druk wordt. Kijk, dit is wel meteen echt heel erg leuk, hoor. Met z'n vieren rijden zo. Ja, geniaal. Ik vind het ook zo leuk dat mijn moeder en Gert elkaar hebben en lekker met z'n tweeën kunnen motorrijden. Ja, is toch top. Ja, dat is echt super vet. Daarom, voor de mensen die nu deze vlog kijken en die zoiets hebben van, hey, ik rij hier mijn eentje motor. Ik zou zeggen, gooi even een reactie onder de vlog. En laten we een keer samen rijden of zoek elkaar op in de reacties om af te spreken om samen te rijden. Super vet. Ja, super leuk. Ik ben überhaupt benieuwd hoeveel kijkers een motorrijbewijs hebben. Ja, best wel wat, hoor. Motorrijden is echt populair geworden, hoor, afgelopen jaar. Kijk, dit is wel leuk. Nu rij je gewoon, dit bedoel ik. Het is zo anders dan op de snelweg. Nu kijk je een beetje om je heen. En er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die hier gewoon zitten of ergens op het terrasje aan het kijken zijn. Soms dan kom je eens wat mensen tegen en die doen natuurlijk op de, die doen zo. Zo van reffen. Ja, dat zou wel even leuk zijn, hè, als we dat kunnen doen. Kan sowieso altijd, maar het is leuk als mensen dan helemaal blij worden daarvan. Ja, dat was er net zo'n jongen, daar ging ik even voor reffen. Die deed dat met zijn hand. Ja. Echt leuk om zo achter je moeder te rijden. Ja, super vet. Ik ben ook echt trots op mijn moeder dat ze een motorrijbewijs heeft en dat ze gewoon lekker veel aan het rijden is. Ja, geniaal. Ja, mijn moeder heeft dus ook aan motorrijbewijs, maar die is ongeveer gestopt toen ze 40 was en nooit weer in de motor gezeten. Nee, dat is wel jammer. Ja, maar ze heeft wel een keer gezegd, hè, van dat ze een keer met ons mee wil rijden. Dat lijkt me echt superleuk. Ja, snap ik. Ja, gezellig toch? Ja, zeker. Oh, kijk, mama eens gaan dan. Ja, ze durft wel, hoor. Is niet bang. Er zijn 104 dagen zonder vakantie voor de school weer gaat beginnen. Maar het grootste probleem waar we nu eens mee zitten is dat we iets moeten verzinnen. Bijvoorbeeld bouw een raket, een mummie gaan slaan, de Eiffeltoren op, dingen bedenken die echt niet bestaan. We stoppen een aap in het sop, over de golven gaan, de wetenschappers staan op zoek naar Frankensteins brein. Zoals je ziet valt er niets te vervelen voordat de school weer begint. Dus hou je vast, want Phineas en Ferb gaan samen door het lint. Dus hou je vast, want Phineas en Ferb gaan samen door het lint. Mam, Phineas en Ferb zijn de titelsong aan het maken. Tjong.
Ja, zo geniaal dat je dat helemaal uit je hoofd kent gewoon. Dat vind ik zo mooi. Ik keek dat vroeger ook gewoon altijd. Dus ja, dan gaat het automatisch, hè. Zo, je moeder gaat erin voorbij. Echt, ja joh, die is echt van inhalen. Nou, ik weet één ding zeker. Mama die heeft zoveel ervaring opgedaan omdat ze helemaal naar Italië is gaan rijden op de motor. Ja, sowieso. En ook omdat ze bochtentraining heeft gehad in Luxemburg. Klopt. It's silent now, we don't say a word. We're just looking at each other. Tears in our eyes from the words we said. Yeah, it kinda broke my heart. Loving you is not so goddamn easy as you think. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. Moet je kijken joh. Kijk hoe mooi dat gemaaid is hier allemaal. Ja, dat doen ze goed hier. Jeetje. Nou, chapeau voor de gemeente hoor. Ze snappen het wel. Jeetje, welke gemeente zijn we nu? Dalen. Ik weet niet welke gemeente dat is eigenlijk. Denk Emmen. Jeetje, echt. Kijk dan joh. Wat mooi gras. Mooi kik, joh. Bijna geen onkruid. Oh, echt hè. Ik zie een paar perenbloemen, maar verder zie ik nooit. Zo, dat is wel echt heel erg plat in één keer. Ja, dat was een beetje Gronings volgens mij. Ik weet ook niet, klap de zon in erin. Goed, we zijn weer in Noorden en er klapt de zon erin. Oh, ja, inderdaad. Oh, je moeder is nu alvast op zoek naar een plekje, denk ik, om iets te drinken. Mama zoekt even een parkeerplek, denk ik. Kijk, mooi plekje. Ah, doe je de toppie, hé. Daar heb je echt goed uitgekozen. Thanks. We hebben echt een heel erg mooi ritje gereden. En ik moet zeggen, en ook namens Myron, want wij zaten natuurlijk met elkaar te praten. Jij geeft goed gas, mama. Tik hem aan, dat is mijn moeder. Let's go. Let's go, Myron. Hij schreeuwde in mijn oor, zei, dat is mijn moeder! Ja, nee, het zag er echt super goed uit. Ja, echt heel nice. Sowieso, dames voorop. Nou, wij hebben een mooi uitzicht. Dus daar hebben wij goed uitgekozen. Dus je hoeft niet te denken dat wij sloom zijn, maar wij vinden het uitzicht wel mooi. Ik vind het plaatje zoals hij op de motor zit, de combinatie van het pak wat ze heeft, de helm en de motor, het klopt helemaal. Ja, zeker. Ja, dat is een mooi plaatje, zeker. Het is ook een mooi plaatje. Appelgebakje met slagroom. Nou, we zitten hier even lekker wat te drinken. We gaan straks nog even snel naar verjaardag van Mario naar opa. Wil u. En dan gaan we daarna door naar mijn lieve opa en oma. Dus dat wordt ook heel erg gezellig. Maar we gaan eerst nog even dit afmaken. Oh ja, wat heel erg leuk is om te zeggen, is dat er werkt hier iemand bij dit restaurantje. Ze heet Fleur. En ze heeft zelfs nog merchandise met die gewichtjes van Knolpower. Dus echt al lang, lang geleden, van toen ik net begon. En ze is echt super lief. En Fleur, als je dit kijkt, ik ben een topper. Gaan we samen op de foto? Nou, samen. Lachen. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Tuurlijk, maak de selfie maar. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, zo snel loopt het dus uit de hand in zo'n klein dorpje. Ja, ook mensen die niet met je op de foto hoeven, die gaan natuurlijk hun kleinkinderen of hun kinderen appen van je moet hierheen komen. Klopt. Oké, ja, nu moeten we... Het was wel echt rechtdoor. We rijden gewoon richting het centrum. Het zou toch bizar zijn als we het dan gewoon in één keer vinden. Ja, even naar het winkeltje. Even een bonnetje halen, hè? Ja! 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 Gast. Wow, kijk dit. Ga even kijken hoe hard die trein gaat. 100 ongeveer. 110. Ja, 110 inderdaad. Zo nice eigenlijk om met die trein mee te rijden. Ja, voelt heel lekker zo. Lijkt alsof we heel hard gaan dan. Ja, echt hè. Oké, station centrum rechtdoor. Wow, Huttenhuchten is hier ook. We gaan hier heel even stoppen, ja? Heel even kijken. Heel even hier zo aan het kantje. Zo, even lekker op de stoepie. Oh, ik zie hem al. Oh joh, ik zie daar Albert Heijn. Oh mijn god, we moesten naar de Albert Heijn. Gaan zie we hier stoppen dat? Om te kijken of we goed zijn? Ja, ik zie het. Hoi joh. Wat een geluk. Hier, zet hem hier meteen neer. Kan niet beter. A few moments later. Oké, gas erop. Oké, we hebben de bon te pakken. Moeten we hier terug? Ja. Feel the heat is rising and the beat is hitting.
zie hier wel ballonnen. Ja. 2 hours later. Niet schrikken hoor van dat geluid. Oké, dames en heren. We hebben getankt en we gaan nu naar mijn opa en oma. Ja, let's go. Ik heb een cadeautje gegeven aan je opa, die vond het helemaal mooi, ook aan Ank. Ja, zeker. Gaan we weer vandoor. Let's go. Doe maar. We zijn wel een beetje laat. Het is namelijk op dit moment 7:45 en we zouden eigenlijk om 7:15 bij Open Oma zijn. Maar goed, het liep allemaal wat uit. Maar het is al wel laat op de avond. Echt bizar. We zitten eigenlijk gewoon de hele dag al op de motor zowat. Ja. Ja, ook gewoon de hele vlog zitten we al gewoon te praten op de motor. Bijna alleen maar. Ja, ik vind het leuk. Ja, ik vind het ook superleuk, zeker. Maar gewoon even, die realisatie kwam nu pas. Oh, lekkere rotonde dit hoor. Oh. Yo, ik ging ook schuin. Hoi-yo. Hoi-yo. Nou, hier heb ik schaatsen geleerd, mensen. De ijsbaan van Assen. Ja, dat heette vroeger de smelt. En nu heet dat de bonte wever. Oké, dames en heren. We zijn bijna Open Oma. En we gaan even lekker een hapje eten. Ik heb ongeveer 1.5 uur geleden eten besteld. En dat zou er ook al om 7:30 zijn. Dus ik hoop niet dat het al te koud is. Nu een kwartiertje later. Maar het moet vast goed komen. Ja. En anders heeft oma daar vast al iets op verzonnen. Ja, zeker. Hoppakee. Zo. Nou, die staan er mooi bij zo. Zeker weten. Nog genoeg ruimte om er langs te gaan, dus stoppie. Hallo. Hallo. Ja, we zijn er. Beetje laat, maar hoe is het? Hallo. Ik doe binnen wel even de helm af. Zo, volgens mij zitten er allemaal vliegjes op de camera. Zo. Oh, lekker vertrouwd bij Open Oma thuis. Hoe fijn is dit? Oh, heerlijk. Er is niks lekkerder dan de geur van Open Oma's huis. Echt waar. Oh, heerlijk dit. Dames en heren, wij zijn bij Open Oma. En hier word ik ook wel heel erg vrolijk van hoor. Jeetje, trouwens, jullie weten dat ik bij Open Oma ben. Ik heb net de hele tijd lopen praten met jullie in de helm. Maar kijk eens even. Wow. Het ziet er goed uit, opa. Het is ongelooflijk. Ik kan bijna niet wachten. En we hebben ook spekkoek erbij gekregen. Maar dit is spekkoek. Oh ja, die. Ja, ja. Ja, ja, super lekker. Komt er bekend voor. Ja. Oh, ziet er goed uit. We gaan heerlijk smikkelen. Maar alles goed met oma? Ja. Mooi. Goed. Ook alles goed met opa? Het is bijna helemaal goed. Bijna helemaal goed. Ik vind het wel heel jammer. Nou, dat is wel tevreden. Het is bijna tijd voor koffie, zo even na het eten. Maar dit vind ik wel zo geniaal. En deze heb ik serieus ook gekregen van oma en van opa. Dit is een vliegenjager. Ik dacht eerst, er komt iets van confetti uit of zo. Het is gewoon leuk. En ik heb poef. En het is helemaal ontploffen of zo. Maar... Er zit ook hier reflecterende streepjes. Ja. Zie je dat? Ja, ik weet niet of dat helpt of zo tegen die vliegen, maar blijkbaar. Ja, de vliegen. Gezellig ook gewoon. Ja, heel gezellig. Ik denk dat heet... Het maakt ook geen geluid. Nee. Ik denk dat heet een fly away. Een fly away? Ja, dat staat erop niet, maar is het niet. Een fly away, ja, doet ook helemaal niet pijn of zo. Maar geniaal, dus het is om voor vliegen. Als je vieren zet, dan helpt het hoor, ja. Ja. Zo droog dit ding. Hoe verzin je het, hè? Ik dacht eerst dat het iets van een zoutmolen was of zo. Dat je de zout uit doet zo. Kijk, het is wel echt handig. Kijk, oma heeft het hier. Hoe heet het? Vliegenverjager. Een vliegenwedler. Een vliegenwedler. Nou, geniaal. Mooi ding, mooi ding. Hij komt in die dingen zo. Dat mag niet. Dat mag niet? Nee, dat gaat een stuk. Schat. Hij haalt alle dingen weg, want hij haalt hem niet weg. Kijk wat je moet zien. Hij heeft het ding naar beneden, die vleugels. Dat anders gaan die vleugels niet omhoog. Kijk. We gaan vechten. We gaan kijken wie het sterkst is. Nee, dat doen we niet. €5 dat die sterker is. Dat is toch grappig. Het zijn net twee mannetjes, hè? Ja.
Wow, kijk dan, tegelijk. Een leuk speelgoed, hè? Ja. En zo weer eens wat te spoelen. Ja. Misschien kunnen we hem ook andersom doen. Nee, tuurlijk niet. Kijk, kijk. Kijk dan. Wow, hij viel om. Hij deed best wel lang. Nou, nu nog een keer zo en dan nog een keer zo en heb je alles gezien. Nou, nee, alle twee zo. Ja, het is wel een beetje af... Het gaat veel harder. Het is wel een beetje... Ja, dat is expert. Het is wel een beetje afleidend, moet ik zeggen, aan de ene kant. Vind je niet? Want het staat best wel zo pontificaal zo. Je raakt er wel aan gewend, denk ik. Wow, hoe kan die zo hard gaan? Ja, het zijn gewoon propellers. Als je sterke batterijen doet, weet je wat er dan gebeurt? Als je? Ja, als je sterke batterijen doet, kun je wel nagaan. Dan is het een propeller, dan gaat die vliegen. Ja, ja, precies. Geloof ik wel. Harder. Die gaat echt veel harder. Nou, dan neem je die mee. Dat is wel lief. Er zijn geen standjes op of zo. Nee. Nou, mooi ding in ieder geval. Ik ben heel blij mee, dankjewel. Ik heb hier mijn tas liggen, mijn handschoenen. Ik wou zeggen scootersleutel, maar ik ben niet met de Malaguti natuurlijk. Motorsleutel. Oma, dankjewel. Ik vond het weer hartstikke leuk. Ja, ik ook. Opa, ik vond het hartstikke leuk. Dankjewel. Lekker gegeten. Ja. Tot snel. Ja. Oh, morgen. Tot morgen. Ja, tot morgen. En ik ben heel benieuwd naar de reacties. Oh ja. Van de tandjes. Ja, dat wordt superleuk. Want ik vind het heel eng. Ja, maar dat gaat goed komen, dat gaat goed komen. Je komt vast in goede handen terecht. Het mooiste is dat ze je wegmaken en dat je wakker wordt en dat je een prachtig gebit hebt. Ja, onder narcose. Ik vertel het jullie straks. In ieder geval, wij stappen nu op de motor en we gaan in het donker, voor de eerste keer voor Maiwen, helemaal van Assen, 160 kilometer in Zeist. En het is op dit moment 21:15 in de avond, dus ik denk dat we om 12 uur pas thuis zijn. Maar we gaan het rustig aan doen. Slecht nieuws? Ja, het gaat waarschijnlijk regenen. Oh, dan moeten we echt snel rijden. Ja, je moet echt voorzichtig. Ik doe hartstikke voorzichtig. Ja, we gaan voorzichtig doen. Oké, dan gaan we nu meteen rijden. Ja. Hopen dat het droog blijft. Hopen, hopen, hopen. Doei! Doei, oma. Doei, doeg. Dan gaan we in het donker. Echt, hè? Ik heb er wel zin in, hoor. Dit is wel een avontuur, hè? Dit zijn vibes. Dit zijn zeker vibes, douche. Hier naar rechts. Bereid je alvast voor, dames en heren, dat wij waarschijnlijk uit nood een stop moeten maken. Waarin we de camera's van de helm moeten monteren. Want het zit zeg maar zo, om het heel even simpel te houden. Er is één klepje op mijn camera, zowel van mijn helm als die van Myron. Waar zeg maar een tapeje zit. En dat is niet waterdicht. Dus zodra het gaat regenen, moeten we meteen stoppen bij een tankstation. En de camera's eraf halen en kunnen we niet verder filmen. Maar goed, eerst maar even genieten van het droge weer nu nog. Zo, ik heb wel een donker vizier hoor, als ik hem dicht heb. Ik ook. Oh mijn god. Ja, eigenlijk als je dan zo in de avond terug gaat rijden, moet je ervoor zorgen dat je een licht vizier bij je hebt. Ja. Want een donker vizier zo en dan ook nog dicht, dat is echt niet chill eigenlijk. Nee, maar open is ook niet te doen. Nee, uiteindelijk op de snelweg niet. Nee. Nou, we moeten even kijken hoe het gaat. Komt goed. We redden het wel. Precies. Even in de vijf zo. Dames en heren, Mario naar eerste bocht in het donker. Oh. Gaat goed, hè? Super. Ik ben trots op je. Sowieso is dit gewoon een droom, toch? Dat we met tweeën zo aan het motorrijden zijn. Ja, fucking leuk, jongen. En stiekem is dit ook wel echt... Zou het me ook wel heel erg leuk lijken om wel echt een keer naar het buitenland te gaan. Dan heb je ook dit soort avonturen, maar dan in Italië of zo. Dat is toch geniaal? Ja, klopt. Oké, wat we nu gaan doen, dames en heren. We staan dus even bij het tankstation voor het licht. En gewoon veilig. En dan gaan we even proberen om onze telefoon te connecten aan onze headset. Waardoor we en met elkaar kunnen praten en met elkaar muziek kunnen luisteren. En als je dan praat, dan gaat de muziek dimmen, zodat je elkaar kan verstaan. En op die manier horen we de wind niet zo hard. Ik ben namelijk mijn oortjes vergeten voor tijdens het motorrijden. En dan hoor je die wind altijd best wel hard, dus ja, vandaar. Oké, dames en heren, we hebben nu allebei muziek aan. En er was ons verteld dat we konden praten en muziek konden luisteren, maar we krijgen het niet gefixt. En aangezien ik mijn oordopjes vergeten ben voor op de snelweg, is het wel chill dat we nu allebei even muziek luisteren apart, zodat je die wind niet zo hard hoort. En ik heb tegen Myron gezegd dat als we dan op de snelweg zitten en er is iets aan de hand en het is dringend, dan moet je even zwaaien. Dan doe ik het communicatiesysteem uit en dan daarna weer aan en dan connecten we weer automatisch met elkaar. En dat was helemaal prima. Dus nu gaan we lekker motorrijden en genieten van muziek en proberen veilig thuis te komen. Let's go! Woep 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 woep! Bob me! Hey, hey! We are here! Winter for, yay! Hey, going on the day!
It started so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Dum 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 da da dum 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 dum. Bam bam bam! It's Lil Uzi Vert. Time to relax. Oh my God! Woo! Let's go! Hey, hey! Woo! Woo! Yes! Oh! Woo! Hey! Talk about that. Dun 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 dun. Hey. Dun 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 dun. Oké, dames en heren, we zijn gestopt bij een tankstation. En hoeveel kilometer zijn we nog van huis af? Dat kan je wel even zien op je telefoon, toch? Ik denk iets van 40. Maar 40, oké. Okay. Ik vind auto's en motors altijd echt 2-3 keer zo zieker bij een tankstation. Omdat je dan echt... Deze verlichting is zo ziek. Yo! Jij bent de show, yo! Hey, dankjewel, man. Dankjewel, waardeer ik. 41 kilometer. Nog 41? Oh, dat moet te doen zijn. Ja, dat is 30 minuten staat. Ja, het begint nu te regenen, zoals jullie zien. We zijn nog het laatste half uur. Als het dan is het niet zo erg. Nee, daarom. We gaan nu meteen doorrijden voordat het erger wordt. Maar ik haal wel toch voor de zekerheid even deze camera's eraf. En dan gaan we verder rijden. Zo, schatje. Klets. Nat. Ik ben zo fucking trots op je. Oh, mijn god. Wow, dit is echt nice hoor, dames en heren. Hier, check. Helemaal nat, mijn hele shirt, zie je dat? Kijk, aan de zijkant zie je nog een heel klein droog plekje. Maar voor de rest, helemaal nat. Bijzonder dat je haar al helemaal droog heeft door die helm natuurlijk. Ja, maar hij zit gewoon een goedje op. Kijk, hier zie je wel dat het echt nat was, mijn hele vlecht is nat. Maar zo sick, we hebben het gewoon gered. We zijn meteen maar naar de badkamer gegaan, omdat alles wat we aan hebben natuurlijk nat is. Dus dat gaan we hier even ophangen. Maar ik kan jullie zeggen dat dit wel een hele gave ervaring was zo met z'n tweeën. Oh, wat een spektakel. Ja, het was echt serieus superleuk. Ook gaaf dat we tijdens het ritje in de regen, ja, dat hebben jullie dan net even niet meegekregen, omdat het apparatuur is nog niet waterdicht. Maar over 2 dagen komt waarschijnlijk een stukje binnen waardoor het wel waterdicht wordt. Ja. Dus mocht het dan ooit nog een keer regenen, dan kan het wel. Ook al gaan we daar niet van uit en hopen we daar niet op, want in de regen is het niet heel erg leuk of zo. Nee, maar ik zei wel, ik ben wel echt super blij dat jij erbij bent nu in de regen, dat we het met z'n tweeën doen. Want als ik in mijn eentje was geweest, had ik het wel echt spannender gevonden. En in het donker en in de regen. Kijk, het verschil. Ja, ik heb zwart aan, maar mij is zo gekletst. En nat. Oh, zie je echt super duidelijk. Ja, nee, maar dat is lief. Dat is ook helemaal fijn dat het zo met z'n tweetjes is. Ja. Dat is ook relaxed de eerste keer. Oh, die broek is ook zwaar nu. Ik heb serieus echt zo'n ziek harde soort van suis of piep in mijn oren. Ook. Alsof ik gewoon 5 uur lang in de club heb gestaan. Precies dat. Als je nu in bed gaat liggen, dan is het echt zo'n rare... Ja. Ja. Nou, die schoenen doen het goed, want mijn sokken zijn helemaal droog. Oh, beter. Voor jou? Nee. Nee? Kijk, voor mij zijn gewoon nat. Oh ja. Ja, ik ben eigenlijk nergens nat, behalve gewoon hiervoor. Ja, dan mijn... gaat het toch door die rits. Ja, mijn benen ook wel trouwens. Ja, mijn benen valt op zich best mee. Ja, gewoon door de rits. Zo, dit pak is zwaar geworden in één keer. Juurtje. Oh, ja, echt heel zwaar geworden. Kan die daar nog bij? Ja, hij kan zo hangen. Oh, nice. Beter. Nice. Let's go! Knuffeltje. Nou, mag ook. Oké, 1 ding weet ik wel. Ik zet lekker de douche aan. Ja, ik hoop. Oh, dat gaat jeuken. Ik heb dat dus altijd. Dat wordt wel lekker. Lekker warm douche. Heel erg nice. Oké, dames en heren, we hebben heerlijk gedoucht en we hebben even een theetje gezet. We hebben lekker koekjes erbij, dus we gaan lekker dippen en dan gaan we lekker... Oh, Marion heeft ook chippies gehaald. Ja, lekkere chippies. Oh, lekker hoor. We gaan even serie kijken en dan gaan we lekker slapen. Het is ondertussen ook bijna 12:15 in de nacht, dus prima tijd om te gaan slapen. Ja. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten naar deze motorvlog eigenlijk, kan ik wel zeggen. Ik vond het in ieder geval superleuk. Ik check jullie heel graag morgen met een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol, power.